Vraag niet meer aan mensen om vrijwilliger te worden, maar spreek mensen persoonlijk aan om een taak op te nemen. En de vorige keer in West-Vlaanderen, Lichtervelde, was er een meneer die een wielerclub heeft in Vichten. En die zei, ik heb exact dat gedaan. Die wouden, ik ben misschien al een stukje vergeten, maar die wou een wielerwedstrijd organiseren, denk ik. En die zocht mensen om hem daarbij te helpen, natuurlijk. Dus die stuurt naar zijn leden een e-mail van, kijk, dan organiseren wij een vergadering om na te denken over hoe dat we dat gaan doen. En we voorzien een hapje en een drankje. Allee, iedereen welkom, vanaf dat uur. Daar kwam niemand naartoe. En hij zei, wat heb ik gedaan? Wij waren op reis. Die zijn vrouw zal vrij content geweest zijn, maar goed. Wij waren op reis en ik ben iedereen beginnen bellen. En ik heb iedereen gebeld en gevraagd van, goh, zie je het niet zitten om mee na te denken? Zie je het niet zitten om iets te doen? En heel veel mensen zeiden daarop ja. Maar op dat mailtje niemand had gereageerd. En op die vergadering daar kwam niemand naartoe. Mensen willen graag persoonlijk gevraagd worden om een taak op te nemen. Dat is veel werk geweest. Hè? Die mens heeft daar een hele avond werk aan gehad op reis. En zei, ik heb toch tijd. Ik zeg het, zijn vrouw die zal niet blij geweest zijn. Maar spreek mensen persoonlijk om een taak op te nemen binnen je organisatie. En start met het waarderen van elke bijdrage, hoe klein ook. Want zo doen de mensen zin krijgen in meer. Ook al helpt Marleen maar één keer in het jaar op dat evenement, dat is waardevol, want je hebt de Marlenen in de wereld ook nodig. Je hebt die evenementsvrijwilligers nodig om één keer in het jaar te helpen. En Dirk is zo'n vrijwilliger die op wedstrijdweekend van de sportclub van zijn dochter ook hem opgegeven had om te vrijwilligen. Hij had ook zo'n mailtje gekregen waar dat erop stond. Wilde jij helpen op het wedstrijdweekend? Hey, we zoeken nog mensen voor die en die en die en die taken. En dat zijn de tijdsblokken waarin dat we nog mensen zoeken. En de Dirk had hem opgegeven om pintjes te tappen van 2 tot 4. Hij kon dat kiezen, fantastisch, heel blij, want die moest om 5 uur ergens zijn, dus die moest om 4 uur wel echt weg. Allee, goed. Hij komt toe op dat wedstrijdweekend, hij gaat naar de toog. En hij zegt, hallo, ik ben Dirk, ik ging vandaag pintjes komen tappen van 2 tot 4. Oh, Dirk, goed dat je er bent. Hè. Merci om te komen. Goh ja, maar heb ik hier aan de tap eigenlijk wel alles onder controle? Anders moet je een keer bij Paul gaan kijken aan de frisdranken of dat je daar niet kunt helpen. Oké. Okay. Dirk gaat bij de Paul aan de frisdranken. Hey Paul, kan ik u eventueel helpen met de frisdranken? Goh, nu heb ik hier eigenlijk alles onder controle. Ga kijken een keer bij Anita aan de afwas. Daar is er altijd werk. En hup, Dirk staat 2 uur aan de afwas. Hè. En Dirk zegt de volgende keer... Wacht, het is nog niet gedaan, het wordt nog erger. Om 4 uur zegt een Dirk... Ja, Anita, ik moest eigenlijk om 4 uur door. Ik ga vertrekken dan, hè, want ik moet nog ergens zijn. Oh, Dirk, en dan meende jij toch niet dat jij mij hier alleen gaat laten en in de steek gaat laten? En dat is hier straks, wordt dat drukste moment, want iedereen gaat eten en al die glazen gaan terugkomen. En hoe moet ik dat hier nu alleen geregeld en gebolwerkt krijgen? Allee, jong. Ja, zien we de Dirk nog terug? Van zijn leven niet, hè. Zien we nooit meer terug. Hoe had het ook kunnen gaan? Hè? Ah, Dirk, goed dat je er bent. Hè? Weet jij hoe dat alles hier werkt aan die tap? Zal ik je eens tonen hoe dat je vat vervangt? Ja, oké, okay, fantastisch. Als je mij nodig hebt, ik sta bij Anita aan de afwas. Oké. Okay. En om 4 uur kom jij terug en je zegt... Dirk, het is 4 uur. Je had je opgegeven tot 4 uur. Jij moest nog ergens zijn, zeker. Super bedankt om hier vandaag te zijn. Je hebt ons echt uit de nood geholpen. Zien we een Dirk nog terug? Zeker wel. En die gaat zorgen dat hij het volgend wedstrijdweekend geen andere plan heeft. Hè? Want die gaat mij veel plezier komen helpen. Hè? En dat is wat wij noemen de regel van 3. Naast het mensen persoonlijk aanspreken op taakniveau, is er de regel van 3. Laat mensen kiezen wat ze doen. Laat ze ook effectief uitvoeren wat ze gekozen hebben. Hè? Zorg dat ze vrijwilligerswerk doen in een aangename en positieve context. Want hoe had het ook kunnen gaan... Ja, Dirk, weet jij dat hier marcheert, hier een tap? Ja, dat is hier wel van de non zijn tuut, hè? Want dat is hier maar brol en dat leidingsken, ja, eigenlijk, dat marcheert niet goed. Ja, zo dus ook niet, hè, jongens. Iemand die nieuw binnenkomt, positieve, aangename sfeer en waardeer mensen persoonlijk voordat ze vertrekken. Zo doen de mensen zin krijgen en meer. Kost u dat veel energie bij Anita aan de afwas gaan staan? Dat is te zien wie dat Anita is misschien, hè? Nee, maar... Maar kost u dat veel energie? Ja, eigenlijk niet, hè. Eigenlijk niet. Of dat jij in je pinten staat te tappen, of jij staat aan een afwas. Voor u binnen de sportclub is dat eigenlijk... Ja, kluitgelijk. Maar voor Dirk is dat wel belangrijk dat hij kan doen waarvoor dat hij gekozen heeft binnen een aangename en positieve sfeer. En dat hij gewaardeerd wordt voordat hij naar huis gaat. Nu, de betrokkenheidscirkels. Ik ga nog een stap verder en dan eindig ik mijn relaas.